Staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft gisteren samen met Dekker Petroleum Marketing Co. uit Trinidad het productiedelingscontract voor het Nikeri-blok ondertekend. Dekker zal in dit blok exploratieactiviteiten verrichten. De duur van het contract is 37 jaren, waarvan de exploratieperiode 7 jaren is. Rudolf Elias, directeur van Staatsolie, en Mahase Ragunat, directeur van Dekker, ondertekenden namens de bedrijven het contract. Dekker zal op eigen risico en voor eigen rekening petroleumactiviteiten ontwikkelen in het Nikeri-blok. Bij een commerciële vondst zal het aandeel van de staat bestaan uit afdrachten uit de inkomstenbelasting en winst. Staatsolie heeft, indien besloten wordt tot ontwikkeling over te gaan, de optie om vanaf de ontwikkelingsfase voor maximaal 50% in het Nikeri-blok te participeren. In het contract is verder opgenomen dat er geen verplichtingen voor Staatsolie zijn, indien de exploratieactiviteiten niet leiden tot een commerciële vondst. Dit meldt Staatsolie in een persbericht.